1500 vierkante meter asfalt, een buizenstelsel van 10 kilometer en meer dan 3.500 liter water. Dit is allemaal in het begin van de West-Frisiaweg bij Heerhugowaard verwerkt en moet dé nieuwe manier worden om energie in de gemeente rond te pompen. Dit asfaltgedeelte wordt een onderdeel van een energiering. En het doel daarvan is om energie te kunnen uitwisselen. Je kunt je voorstellen dat als een industrie die heeft warmte over en normaal gesproken gooien ze dat weg. Nu niet, dan brengen ze dat in de energiering en dan kan dat bijvoorbeeld naar het MCA worden gevoerd of naar een gevangenis waar ze dat weer kunnen gebruiken om te verwarmen. De energie die op deze manier wordt opgewekt kan vooral voor bedrijven in de buurt worden gebruikt. Ook zou het dezelfde weg weer kunnen verwarmen in de winter. Heerhugowaard zou graag zien dat er in de hele gemeente beschikking is over deze energievorm. Als je 30 vierkante meter van dit asfalt neemt, daarmee kun je eigenlijk de warmtebehoefte voorzien van een gemiddelde eensgezinswoning in Nederland. Het is de bedoeling dat de eerste energie van de West-Frisiaweg voor 2017 gebruikt gaat worden.